de top 3000. Ja, ik heb hier bij mij de enige echte wonderbaarlijke Paul Michiels. Dag Luc. We kennen jou als zanger, solo, maar ook met Soul Sister. Ja, ja, zeker. En dat is toch een nummertje dat ook in de top 3000 hoort. The Way to Your Heart, hè? Zeker. Vast, dank je wel, van mij. Zit wel voor heel de wereld nog, hè? Nog altijd, hè? En het is tijdloos, hè? Als je het vandaag opzet, heb je nog goesting om te dansen. Ja, dat is zo. Maar ik wil wel weten wat jij persoonlijk in die top 3000 wil. Als ik eerlijk mag zijn, dan ga ik helemaal terug naar de jaren 50. Ik was in 54, was ik 6 jaar. En dan hoorde ik Elvis Presley voor de eerste keer Heartbreak Hotel zingen. Ja. Maar in 57 kwam hij uit met Jailhouse Rock, ook met de film. Ja? En ik was toen 9 jaar en mijn grote zussen pakte me mee naar de cinema. Op het scherm zag ik dan in ieder geval Elvis Presley en toen is mijn leven helemaal veranderd. Ja. Dus. One true funny in the county jail. Prison band was there and they began to wail. Zo dat, hè? Ja. En de wereld ontplofte en stond stil terzelfde tijd. En sindsdien doe ik nog hetzelfde. Ja. Dus ik wou Elvis Presley zijn eigenlijk. Zeg, de film Jailhouse Rock heeft een verpletterende indruk op u gemaakt. Wat was uw beste concert dat je zelf hebt gezien? Beste concert dat ik ooit heb gezien? Dan moet ik zeggen Sting. Sting, ja. Ik ben met Sting op tournee geweest ooit. En hij is nu nog beter dan vroeger, dus bij mij zit hij helemaal aan het plafond. Ja. En de beste zanger, na jezelf natuurlijk, Paul, wie is dat? Tom Jones. Ja, nog altijd? Die gast is 84. Ja. Je moet hem live gaan zien, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Hoeveel uur muziek beluister jij per dag? Eigenlijk, mijn hoofd is een jukebox, want ik ben nu bezig met nieuwe stukken te schrijven voor mezelf terug. Want we zetten er een punt achter met Soul Sister verlopen. Omdat Jan die gaat terug tv-werk doen en ik ga helemaal solo terug. Ja. Vanaf deze zomer dan? Ja, vanaf deze zomer ook in de najaar. In de najaar theaters waarschijnlijk, want ik kom waarschijnlijk met een nieuwe single. Dus ja, ik breng maar 4 nummers uit. Ja. Tegenwoordig kun je dat ook op extended play, dus een klein schijf. Ja. Dus terug de boer op. Top. Helemaal terug, ik kan niet stoppen. Heel goed nieuws. Nostalgie.